Allereerst ontzettend fijn dat we hier mogen zijn voor het grote Meet My Street at Mijn Krooswijk filmfestijn. Dames en heren, even voordat we met alles gaan beginnen, zou ik graag even een groot applaus willen hebben voor de vier VJ's die hier zitten, voor de prachtige beelden die zij verzorgen. Een applaus! Yes! Dank u wel. Goed, inhoud van het project. Het hele project Meet My Street at Mijn Krooswijk is een samenwerking tussen de stichting Meet My Street, tussen de woningbouwvereniging PWS en het Welland College, leerlingen van het Welland College, die hier vooraan zitten en die hier aan het VJ zijn. Vandaag dus. Het is een belangrijke dag, want vandaag gaan we bekendmaken wie hier de deur uitloopt straks met de grote Meet My Street prijzen, met de Oscars. Dames en heren, wij gaan nu kijken naar het resultaat van het werken van alle leerlingen van 2A van het Welland College. Mag ik al jullie aandacht voor alle films van Meet My Street at Mijn Krooswijk. Veel plezier! U woont al langer dan 42 jaar in Krooswijk. Zo oud als ik ben. Ik ben even stil, want dat hoor ik natuurlijk niet te vragen aan een dame. Ik hoor niet te vragen hoe oud u bent. Dus dat ga ik niet vragen. Maar iets ouder dan 42 heb ik net begrepen. Heeft u veel herkend in de film? Jawel. Wat vond u het mooiste wat u heeft gezien? Wat ik mis, dat is de binnentuin van Stien Leijversen. Ik hoor allemaal ja's om me heen. Kunt u daar kort over vertellen wat dat is? Nou, ik weet het zelf niet zo best, maar dat heeft ze helemaal van het begin af aan heeft ze dat opgezet. En dat miste ik. Ik denk, daar zullen ze best wel aanwezig zijn om dat helemaal van het begin af aan te zien. Nou, we zullen het even doorgeven aan de organisatie voor de volgende keer. U wil er nog iets over zeggen? Nou, ik vind dat het Welland College het globaal goed in beeld heeft gebracht. Ik wil eens even zeggen wie ik ben. Ik ben meneer Koning en ik woon hier 19 jaar. Ik zit ook in de seniorenraad Kralingen-Krooswijk. En ik vind dat jullie behoorlijk goed in beeld hebben gebracht, maar voor ouderen is het te rommelig. Voor ouderen is het te rommelig. U bedoelt u de beelden, die gaan te snel voor heen. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een project voor jongeren natuurlijk. Dat is juist om de kwaliteit die erin zit, ja, dat iedereen toch zijn stukje eruit kan halen. Kijk, dat is mooi. Jongens, horen jullie dat? Ik heb hier enorm compliment gekregen hier. Of nou ja, ik heb een compliment gekregen. Wacht even, dat zeg ik helemaal verkeerd. Jullie hebben een compliment gekregen. Hartstikke mooi. Ja, daar mag best voor geklapt worden. Absoluut. En dan gaan wij nu de strookjes ophalen. Stem dus voor Oranje 100 jaar Krooswijk of Geel KO. De stemmen worden nu opgehaald. Dan heb ik hier in mijn hand een gouden envelop met daarin de winnaars van de beste One Minute. Ik overhandig hem nu aan mevrouw. Tromgeroffel, beste One Minute, is gewonnen. Deze makers hebben positieve en negatieve geluiden over hetzelfde thema in hun film verwerkt. Ze hebben verschillende mensen geïnterviewd en dit op een afwisselende manier in beeld gebracht. Door strak te monteren hebben ze laten zien hoeveel je kunt vertellen in 1 minuut. En daarom gaat de eerste prijs voor de One Minute naar de mening over veiligheid in Krooswijk door J. Stefan en Maite. Vindt u het fijn om in Krooswijk te wonen? Ja. Ja? Zeker. En waarom vindt u het fijn om hier te wonen? Nou, arbeid is buurt. Nou, dat is wel fijner geweest. Ja, begonnen? Ja. Oh, ik woon hier in Krooswijk. Wij werken in Krooswijk. Oké. Maar al heel lang. Vindt u het fijn om hier over straat te lopen? Ik voel mij veilig, ja. Geen probleem. Geen enkel probleem mee. Het is heel veel criminaliteit.
Noemen ze pluspunt en een minpunt van Krooswijk? Pluspunt, dat zijn de mensen. Die zijn eerlijk. Recht toe, recht aan. En de minpunt, dat is dus de hangjongen een beetje. Pluspunt van Krooswijk is de saamhorigheid, alhoewel die er vroeger meer was dan nu. En minpunt, ja, eigenlijk zijn er niet zoveel minpunten. De Krooswijker op zich is een heel gezellig mens. En de minpunt is dat de jeugd heel veel begroot voor je. Kom maar even hier staan allemaal. Het mooiste moment vond ik het einde toen het helemaal af was. Om te zien wat we gemaakt hebben. Ja, dat je een hele dag werkt aan iets en dat je dan uiteindelijk aan het eind van de dag het eindresultaat ziet. Dat je echt iets zegt, ja, dat hebben wij gemaakt. Nou, te gek. Jongens, jullie hebben gewonnen. En jullie krijgen overhandigd de prijs. En inderdaad, ja hoor. We beginnen bij de dames gaan voor. Uiteraard. Het gouden Meet My Street t-shirt. Applaus! Gaan wij meteen verder naar de uitslag van de prijs, de juryprijs voor de beste reportage. De jury was het unaniem met elkaar eens. De eerste prijs voor de reportage gaat naar... Je huis in Krooswijk door Roxanne en Ruby. Ik heb een roomkleurig leerboomstel en voor de rest noten. Okay. En dat is klassieke stijl. Gebroken vet, ja. Ja, een beetje klassiek. Veel slaapkamers, 7. Vrijstaand. En inrichting is antiek grenen. Mijn huis is op zich wat rommelig. Ik ben nogal, ik heb een klein huis, ik heb heel veel spullen. Voor wel eens rommelig over, maar... Ik heb voor allerlei stijlen. Mijn plafond is geel, mijn vloer is zilver en mijn muur is rood, blauw en wit, dus... Oké dan, ja. Belangrijk is om je ergens thuis te voelen, waar je rust vindt en zo. En ja, als je thuis komt, dan gewoon iets hebt waar je... Ja, waar jij eigenlijk tot rust komt, zeg maar. Belangrijk om je ergens thuis, voor mij heel belangrijk. Maar waarom? Ja. Omdat je je eigen daar thuis voelt en vertrouwd en geborgen. Je eigen veilig voelen, dat is een belangrijk punt om je eigen thuis te kunnen voelen. Ja, als je het leuk hebt. En als je het leuk hebt. Lekker gezellig. Douche. Ja, rustige plekken. Nou, ik wil Spanje. Gezelliger met familie. Spanje, Barcelona. Mijn eigen huis, zelf bouwen. Dat zou het mooiste wezen. Okay. Maar hier heb ik het ook naar mijn zin. En nou ja, jullie zelf zijn. Want jullie hebben dus echt een waanzinnig mooie film gemaakt. Echt een hele mooie film. Wat vond jij het bijzonderste aan het maken van deze film? Weet ik niet meer. Weet je niet meer? Nou, laten we het anders, laten we makkelijker vragen. Vond je het leuk om te doen? Ja hoor. Denk je dat je ooit meer films zou willen gaan maken in je leven? Nee, dat niet. Nee, dat niet? Nee? Toch een andere toekomst in gedachten? Ja. Hartstikke goed. Dames en heren, één van de twee winnaressen. Hartelijk applaus. Ik maak de envelop ook. Winnaar van de Meet My Street. Het Mijn Krooswijk. Publieksprijs is geworden Oranje, 100 jaar Krooswijk. Applaus! Geboren en getogen hier in Krooswijk. Ja. Dus. Hoe oud u bent? Hoe oud ben jij?
Zo. Vroeger was het veel intiemer. Je leefde met je buren samen. Oké. Krooswijk en Krooswijkse straat en de Ruiphofstraat en de Frederikstraat. Dat ging allemaal aan één. Dat was één complot. Eén complot. Koninginnedag was. Stond de boel op stelten. Ja. Dat was zo mooi, alles versierd. En dan was het hartstikke gezellig. Daar heeft, daar een stukje verderop is een oude Heinekenfabriek. Als het goed ja, is. Heineken's ja. Ja. Die hebben we nog een keertje bezichtigd. Maar zonder dat we mochten drinken. Daarom vraag ik kom met Kroos. Melk is goed voor elk. Kijk maar even goed naar ze. Dit zijn de filmmakers van de winnaars van de Oscar van de Publieksprijs. Applaus! Ik wil graag nog even zeggen dat ik in ieder geval, en ik spreek namens het hele team van Meet My Street, ontzettend trots ben op iedereen die heeft meegewerkt. Dus niet alleen op de winnaars, maar ook trots op al die anderen die zo knettertje hard hebben gewerkt aan het maken van deze films. Mag ik nog één keer voor iedereen, voor jezelf, voor de mensen die hier zitten, één groot applaus. Yes. Ik ben projectleider in mijn street en ik richt me vooral op Rotterdam. En wij proberen ook in Rotterdam meerdere projecten van de grond te krijgen. En het eerste project was in Krooswijk. En we hopen daar nog meer te kunnen gaan doen. En hoe vind je dat met Krooswijkers werken? Ja, leuk. Ze zijn lekker duidelijk en direct. En ik ben zelf ook in Rotterdam, maar daar sta ik wel van. Vind je dat het project geslaagd is? Ja, zeker. Als je ziet hoe de jongeren zich hebben ontwikkeld gedurende het project en wat er nu staat en hoe ze stoer toch trots zijn, dat vind ik wel heel leuk. Wat vind je het leukste van het hele project? Wat vind ik het leukste? Wat is je bijgebleven? Nou, ik vind het heel leuk dat de jongeren een ontmoeting hebben met diverse mensen uit de wijk die ze zelf anders niet, waar ze zelf anders niet zo snel mee in contact komen. Dat vind ik het mooie aan dit project. Wat heb je nou geleerd van dit project? Ik vond het echt een uitdaging om met alle verschillende partijen, zijn heel veel partijen bij betrokken, PWS, Welland, College, wij zelf, om die allemaal op elkaar af te stemmen en met z'n allen één project neer te zetten. Dat was wel echt de uitdaging voor mij bij dit project. Ja. En wat is je volgende project? Ja, dat is even spannend. Nou, we zijn nu bezig met een project in Den Haag. Dus dat wordt eigenlijk het volgende project. Dan gaan we zaterdag van start met een groep jongeren. Nou, ik hoop alles wat je geleerd hebt in Krooswijk ook in Den Haag kan van toepassing brengen. En we horen nog wel van je dan. Ja. Wie ben jij? Mijn Tim van Dons. En je hebt net de eerste prijs gewonnen, hè? Voor welke film was dat? In de meningen van Krooswijk. Vond je het leuk om dat te doen? Ja, ik vond het heel gezellig. Ja? Dan ga je verder met filmen? Nee, dat niet. Dat niet? Nee. Hij heeft ook gewonnen. Nee. En jij niet gewonnen? Hij heeft ook gewonnen. Nee, ik heb niet gewonnen. Heb je wel meegedaan? Ja, ik heb wel meegedaan, maar niet gewonnen. En jij, heb jij ook meegedaan? Ja. En gewonnen. En gewonnen. Ja. Ook met dezelfde film als de dame naast je? Nee, met 100 jaar Krooswijk. Ja. Dat was een hele, was het leuk om zo'n oude dame te interviewen? Ja, hartstikke leuk. Ja, ze was nog best wel goed met praten en zo. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ja, dat was wel leuk. Vond je het moeilijk om te doen? Nee, ik vond het niet zo moeilijk. Dan ga jij door met filmen? Nee. Wat vond je echt het leukste om te doen? Tijdens het filmen. Ja, het hele project? Het interviewen gewoon met de mensen. Ja. Oké. Gefeliciteerd met je prijs. Ja, dankjewel.